Dat klinkt allemaal leuk en dat valt wat mij betreft ook weer in de categorie mensen blij maken met een dode mus. Want ik denk dat mevrouw Holman geen flauw idee heeft wat het gaat kosten om een ziekenhuis overeind te houden. En los daarvan zijn het in dit land de zorgverzekeraars die zorg inkopen. Dus als jij een ziekenhuis overneemt en gaat runnen als gemeente hier in Den Haag, dan moet je nog maar afwachten of die zorgverzekeraar die zorg in gaat kopen. Dat is afhankelijk van kwaliteit en dat soort dingen. Nou, kwaliteit, dat moet de leidraad zijn. Dus dat is, het is allemaal zo makkelijk gezegd. En als volksvertegenwoordiger heb je niet alleen de taak om zorgen over te brengen naar het gemeentebestuur. Maar je hebt als volksvertegenwoordiger ook de taak om mensen niet onnodig bang te maken. En om reëel te zijn en de waarheid te vertellen. En daar ligt mijn probleem in dit debat op dit moment. Ja.